getennist in Parijs op de banen van fase in van versoepelingen in Frankrijk oefende. Hey. Bulgarije speelt. Kanté vervangt. Beginnen aan Interland nummer 100. Varen ploeg. En we zijn vertrokken. Frankrijk heeft af. Zodat de bal bij Benzema terechtkomt. En dit leek een overtreding van voor gefloten door Sidi Roke tot op eigen helft. De topscorer van Bulgarije met 48 goals. Benzema! Een meter. Ruimte. Ja, redding is er ook. Het schot gevaarlijker van Kylian Mbappé. Rebound voor Benzema. Ja, het is. Sinds de. Mbappé, Benzema doorgelopen. En. Nog weinig in beeld geweest. Benzema, goede bal. Weer niet afgemaakt. Paul Pogba. Ja, wel met Tolisso. De controle niet goed genoeg. Ja, voor de Kulitsov. Daar is Kanté, nee, en Benzema. Waarom? Nou, nog red. Hij zoekt zelf de. Pogba komt er een volgende spel ervan. Net niet. Er staan te veel Bulgaren in de weg. En daar komt de goal van Antoine Griezmann. En wat voor een goal om de score mee te openen. Ja, hij had nog geen kans gehad. Kanté, Pogba. Niet vrijgespeeld. Neergelegd, Pavard. Een tik, ja. Misschien ook een vervelend Benzema ingelopen. Niet het overzicht, Varaan. Dat was wel duidelijk. Met ervaring, met ongelooflijk veel. Hoe scoort langs kunnen? Oh, hij komt er nog één tegen. Geeft hem af. Griezmann! Geen 2-0. Waar komt die Griezmann nou ineens vandaan? Het leek toch een duel te worden. Dan maar de linkerkant. Giroud heeft hem mee. Aan de buitenkant aan Ilya Iliev. En er nog een keer uit met aan de linkerkant. Desk even in de punt van de aanval. Halverwege graag tot zo. Was al een beetje een twijfelgeval. Iets wat. Frankrijk. Draaien. Nou, geef maar Griezmann, zou je zeggen. Nee, nu kan hij zelf. Maar niet goed genoeg in de hoek. Oh, nou nog. En Mbappé. Pavard, Krajev geeft aan. Mbappé. Waar kan hij hem kwijt? Ja, Griezmann ziet wel mogelijkheden. Maar Giroud krijgt die bal. Het moet echt uit de spelervatting komen. Zijn. Giroud. Net al Griezmann. Tolisso paast. Eentje tegen Finland. EK kwalificatie. En Griezmann voor de goal. Ja, daar kan hij nooit bij. Maar net te hard. Nou, en dan naar Mbappé. Ja, het enige wat hier het microfoon daarachter het doel. Heel even wachten. Haal toch uit. Daar heeft nou een klein beetje moeite mee. Achter Pogba is Dembélé nog.
2, 3 Bulgaren in de weg voor Dembek. Doorkomen aan. Gaan fluiten, Sidiropoulos. Lemar lijkt te gaan scoren, maar doet het niet. Kerstin. Nu er in ook een bal. Nu dan, ja, en Giroud. Olivier Giroud. Dan toch, hij heeft maar lopen wachten. Wil in de laatste 10 minuten op de kans die hij nodig heeft. Steeds naar de eerste paal en dan werd de bal. Nou, ambitieuze bal. Nou, Ben Yedder, Giroud, Bentje, Olivier Giroud. Bedankt, zegt hij tegen Ben Yedder. 3 tegen 0. Ja, ze niet te missen kans. Ja, dat blijft. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.